Hallo kijkers van Shine's Private Web, een nieuwe aflevering van Harry Potter, WK's werkbal. In deze aflevering, we hebben op B gedrukt blijkbaar. In deze aflevering gaan we maar weer eens verder met het halen van de Wereldcup met Australië. Ik druk elke keer op B, omdat het knopje B zit op een andere plek dan het knopje B op de Switch. En ik heb de laatste tijd veel Switch gespeeld, dus vandaar. Australië. De vorige aflevering hebben we Duitsland gedestroyed. Echt niet normaal veel punten hebben we gescoord. Volgens mij werd het 440-20. We zijn gewoon die Swagbal Masters. Laten we kijken of we Engeland ook in het pannetje kunnen haken. Daar gaan we in ieder geval voor. Hoppatee, hoppatee. We staan meteen 10-0 voor. Daar houden wij van. Nice. Hopta. We gaan lekker. Meteen weer 50-0 voor. Ik ga bijna denken dat we weer terug bij af zijn qua niveau. Maar dat valt als het goed is mee. Je merkt ook, dat zei ik de vorige aflevering volgens mij ook, dat de wedstrijden veel langer lijken te worden. Eerst deed ik er 4 per aflevering en nu kan ik nog maar 2 doen per aflevering. Maar dat komt misschien ook door de team special moves. Waardoor gewoon de snijbalk, zeg maar, weer leeg raakt. En dat komt misschien ook wel gewoon door het niveau, hoor, dat de tegenstander beter is. Ook al lijkt dat als je nu naar de score kijkt binnen 2,5 minuut dat 80-0 best wel goed is. Oh, shit. Anders was het een goede combo goal geweest. En I do be loving die combo goals. Zo, team special move. Gaan we weer. Lekkerie. Oh, hoppatee, nog een goal. Monster score 2.0. Zullen hun toch ook wel een team special move krijgen straks, lijkt mij. Hoppateetje, hoppataatje. Hoppatee.
Hoppata, hoppata. Oh, krijg de tyfusing. Oké. Lekker in. Veel goals maken is een feest. Kibooming. Wow. No. Lekker, dan komen we 6 goal, daar houden wij van. Ik ben weer een team special move. Let's go! We zijn aan het ownen deze competitie. Scoort. Dat noem je loser boys. Waarschijnlijk heeft Engeland allemaal PlayStation 5's op hun, in een trainingcomplex staan. Ja, dat zijn allemaal loser boys. Hoppateetje, hoppataatje, kaboeming. Australia, lekker win. Australia wins, lekker bezig. Volgende wedstrijd tegen Spanje uit. Ik weet nog dat de vorige keer tegen Spanje dat we daar best wel problemen mee hadden. Dan gaan we kijken of we daar deze keer weer problemen mee hebben. Wel een mooi stadion, dat zeker. Nog geen stieren die vechten onderin. Dat is dan weer een beetje jammer, die horen er eigenlijk wel bij. We zijn zeker het best team in the world right now. Als je dat maar even weet, commentator, hoe jullie erbij zijn. Echt jammer, volgens mij heb ik dat in het begin van de serie wel eens verteld. Dat, de commentator, Ludo Bazuin, die heeft echt een best wel grote character arc in Harry Potter en de Vuurbeker. Alleen die zit helemaal niet in de films. Echt zonde, want het is best wel een grappig personage, zeg maar. Laten we zeggen, een interessant personage. Ludo Bazuin is zeg maar de hoofd van sport en spel bij het ministerie van Toverkunst. En hij moet dus inderdaad ook het WK's werkbal organiseren. En ja, eigenlijk laat hij alle klusjes gewoon over aan anderen. En zelf doet hij vrij weinig. Hij is zelf alleen maar een beetje popiopie aan het doen met mensen die hij kent. De vader van Ron die krijgt ook de kaartjes voor de best, eigenlijk de beste kaartjes voor het hele... voor het hele stadion, zeg maar, van hem. Vandaar dat Harry en Ron en zo er ook allemaal naartoe kunnen. Want ze zijn natuurlijk niet super rijk. Alleen ze kunnen er toch naartoe. Dus een kaartje van hem krijgen. En verder, hij heeft eigenlijk een beetje een gokprobleem. Dat is een beetje zijn ding. Hij laat mensen allemaal betten op hoe de WK-finale tussen Ierland en Bulgarije gaat verlopen. En daardoor probeert hij natuurlijk gewoon geld te winnen. En dan zetten Fred en George, die zetten al hun spaargeld zetten ze op het feit dat Ierland de wedstrijd gaat winnen. Maar dat Krummel de snij vangt.
En dat is exact wat er gebeurt. Dus de zoeker van Bulgarije, Viktor Krummel, die vangt de snaai. Alleen Ierland heeft gewonnen omdat hij meer punten heeft. Net als hoe dat in deze game gaat, zeg maar. Dus eigenlijk zouden we fucking veel geld moeten krijgen van Ludobazuin. Nou, dan probeert hij natuurlijk onderuit te komen. En de manier waarop hij dat doet, de mascottes van Ierland. Bij de finale mag elk land zijn mascotte meenemen, zeg maar. Met de mascottes van Ierland, dat zijn leprechauns, volgens mij. En die gooien leprechaun gold. En leprechaun gold, dat lijkt gewoon op goud, alleen dat verdwijnt na zoveel tijd. Dus hij betaalt, zeg maar, Fred en George betaalt hij uit in leprechaun gold. Waardoor op het moment, een paar uur later is opeens al dat geld verdwenen. En dat komt omdat het dus leprechaun gold is. Alleen ja, dan is Ludobazuin niet meer in de buurt. Het voordeel voor Fred en George was op zich dat Ludobazuin ook bij het toverschooltoernooi was in Harry Potter en de Vuurbeker. Want, omdat hij hoofd van sport en spel is, heeft hij dat ook georganiseerd. Dus zo zie je hem elke keer op de achtergrond een beetje sneaky doen. Omdat je weet eigenlijk nog niet per se dat dit aan de hand is. Want het blijft allemaal geheim. Je hoort elke keer dat Fred en George allemaal geheime briefjes aan het schrijven zijn. En dat zij is dan aan Ludobazuin. En dan hebben ze het over chanteren. En dan denken Harry en Ron van, wow, hier zijn jullie aan het chanteren. Doe even rustig. En dan aan het eind hoor je dan dat dit het verhaal is, zeg maar. Verder, omdat hij dus een gokprobleem heeft, staat hij heel erg in het schuld bij de kobolden. En bij de kobolden wil je in Harry Potter niet in het schuld staan, want kobolden zijn echt kutwezens. Omdat hij daar dus in schuldig staat, drijven die kobolden hem elke keer in een hoekje, bijvoorbeeld in het Zwijnsveld, en willen ze eigenlijk gewoon geld zien. En hij heeft het geld niet. Dus wat Ludobazuin doet, Ludobazuin heeft zelf heel veel geld ingezet op het feit dat Harry het toverschooltoernooi zou winnen. Omdat dat heel onwaarschijnlijk is, want hij is de enige 14-jarige en de rest is allemaal 17+. Dus hij kan er super veel geld mee winnen. Dus hij probeert, omdat hij natuurlijk mede-organisator is van het toverschooltoernooi, probeert hij Harry ook elke keer te helpen. Maar Harry aanvaardt zijn hulp elke keer niet. Alleen toch wint Harry, Harry wordt eerste in de eerste opdracht en wordt tweede in de tweede opdracht, waardoor hij gedeeld eerste staat met Carlo Canalassen. En we weten allemaal hoe Harry Potter en de Vuurbeker afloopt. Zowel Harry als Carlo Canalassen komen uit de Doolhof, wat betekent dat hun dus allebei winnaar zijn. Alleen omdat ze allebei winnaar zijn, is Harry niet alleen winnaar. Dan krijgt hij dus niet het geld omdat Harry het toverschooltoernooi heeft gewonnen. En staat hij dus nog steeds in de schulden. Nou, en verder hoor je niks meer van Ludobazuin. Maar omdat hij elke keer zo sneaky is en Harry probeert te helpen, zeg maar, met het winnen van het toverschooltoernooi, denk je dus als lezer voor de eerste keer van, oh, is Ludobazuin degene die Harry's naam in de vuurbeker heeft gestopt? En zo heb je heel veel van die red herrings, zeg maar. Want het kan ook iedereen denkt dat het misschien ook Karkaroff kan zijn, want die was een dooddoener. Of sommige mensen denken zelfs dat Snape het is, want die was ook een dooddoener. Zo denken ze elke keer van verschillende, die zijn het, maar je denkt eigenlijk nooit aan Dolleman. Omdat hij Harry juist alleen maar op de goede manier helpt, zeg maar. Het enige wat wel lelijk, of nou, wel meer dingen zijn lelijk van de film. Maar het lelijke van de film is dat ze het heel duidelijk in de film maken dat Dolleman Bartok Krenk Jr. is. Al vanaf het begin met dat tongetje. En hij maakt het zo duidelijk. Dolleman is echt in de films is hij echt heel duidelijk een film, zeg maar. En dat is heel jammer, want in de boeken niet. In de boeken is het echt pas in de laatste chapter van, oh, nu valt alles op de plaats, zeg maar, weet je wel. Ik ben echt aan het trollen. Maar dat komt omdat ik een leuk verhaal aan het vertellen ben. Dan ben ik niet opperste concentrering. Maar wel een combo 6 goal, kabooming! Een beetje concentratie geeft me meteen een combo 6 goal, hoppatee. Op de U.
Sowieso mis je heel veel karakters van de boeken in de films hoor, van Harry Potter. Ik kan er zo een paar noemen. Zoals Ludo Bazuin, maar ook Dinky de Huiself, Foppe de Klopgeest. Heer Palagon, ook al is daar wel een deleted scene van. Teetje op het taartje. Nou, stomme drijf, meneer. Stomme drijf, meneer. Lekker. Okay, het gaat best oké nu. Net eventjes wat minder, omdat ik me niet concentreerde maar aan het verhaal aan het vertellen was. Maar ja, dat maakt misschien de video wel leuk om te kijken. En dat is ook belangrijk. Winnen doen we toch wel, dus dat maakt het toch ook allemaal niet meer uit. LeBron? Is het LeBron James on a broomstick? Hoppateetje, hoppataatje. Kijk, een lekker snel snijgrapje, daar hou ik van. Yay, zwaaien! Dankjewel, Sky Director. Gewonnen! Lekkering! Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.